bij deze Canva training. Ik ga vandaag in deze korte training even laten zien hoe je vrij simpel je ontwerpen kunt aanpassen of de standaard schablonen die Canva heeft kunt aanpassen aan je eigen huisstijl. Canva heeft daar een heel goed trucje voor. Ik ga als voorbeeld een social media afbeelding met animatie aanpassen. Er zijn hele leuke animaties tegenwoordig beschikbaar in Canva die je zelf kunt toevoegen, maar je kunt ook kant-en-klare gebruiken. Als er hier een soort play-knopje in staat, dan is het een afbeelding of animatie eigenlijk, die al ingebouwd is. En je kunt ze ook al laten voorspelen. Ik ga als voorbeeld even deze afbeelding gebruiken. Er zitten wat bewegende friemeltjes in als het ware. Dan zie je dat dit blauw is, dit is blauw, dit is een beetje rozig, de achtergrond is wat rozig. Ik wil dat dit mijn eigen huisstijl wordt. Nou, zoals je ziet, dit zijn mijn eigen kleuren. Dus ik kies nu ook even de blauw, maar op het moment dat je klikt, zie je hieronder dat er iets leuks komt te staan. Alles wijzigen. Ik zal het nog even laten zien. Nu heb ik nog niks aangeklikt. Nu klik ik de blauw. Ik zal voor het effect even een andere kleur nemen. De geel. En als je hier klikt, dan wordt alles wat dus net blauw was, wordt geel. Een van de leukste en makkelijkste trucjes die Canva heeft. Ik ga het ook even bij het roze doen. Die maak ik dan blauw. Ik klik hier weer op alles wijzigen. Het rode, hetzelfde verhaal. Dat maken we groen, mijn eigen huisstijlkleur. En we klikken daar weer op dit geel. Oh nee, dat hadden we natuurlijk al gedaan. Even kijken, dan doen we de achtergrond. Doen we zo. Dan zie je nog dat het lettertype niet mijn eigen lettertype is, dus die pas ik ook even aan. Dit zijn de lettertypes die mijn merk gebruikt. En dan zie je dat ik in een paar klikken, ik zie nu dat hij het niet doet bij de letters, dus dat is nog even iets om op te letten. Dan zie je dat je dus in een paar klikken zo'n afbeelding helemaal hebt aangepast aan je eigen huisstijl. Deze kun je nu downloaden en importeren of direct in bijvoorbeeld Facebook of Instagram gebruiken. En dan zie je direct dat het je eigen on-brand, zoals het zo mooi heet, dat het je eigen stijl heeft. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Heb je nog vragen, dan hoor ik het graag. En tot de volgende Canva-training.